Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Na aanleiding van de vraag van demissionair staatssecretaris Erik van der Burg van Asiel... om dringend extra opvang te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne... is er in het gemeentelijk samenwerkingsverband De Baronie... Waar onze gemeente deel van uitmaakt, gehoor gegeven aan deze oproep. Daarom is er vanaf maandag 13 november in Made een crisisnoodvang opgezet. In Hotel het Trefpunt wordt tot uiterlijk 29 december onderdak geboden aan 24 vluchtelingen uit Oekraïne. Daarna gaan ze naar een noodopvanglocatie voor een langer verblijf. Op dit moment is nog niet zeker of dit in onze gemeente is. Dat heeft echter wel de voorkeur. Kiezers met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen vanaf maandag 13 november terecht bij het meldpunt Onbeperkt stemmen. Het meldpunt van de Koepelorganisatie voor Mensen met een Beperking of Chronische Ziekte is geopend tot een week na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Een woordvoerster van het meldpunt Ieder In benadrukt dat zowel positieve als negatieve ervaringen welkom zijn. Het kan gaan om ervaringen met stembureaus en stemhokjes, maar ook bijvoorbeeld om de toegankelijkheid van partijprogramma's en informatie over de verkiezingen. Woensdag 15 november woonde wethouder Jurgen Vissers de Nationale Boomplandag bij. Hij plantte samen met de kinderen van basisschool De Stuifhoek Verschillende bomen bij de Kinderboomkwekerij. Dat is een onderdeel van het Boer Burgerbos. De locatie was op de Zandstraat in Hoge Zwaluwen. Het thema Opgroeien met bomen biedt alle gemeenten en gemeentelijke centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie talloze mogelijkheden voor plantactiviteiten en het verzorgen van educatie over bomen. Denk bijvoorbeeld aan het belang. Om als mens op te groeien in een omgeving met bomen. Hoe groot zijn die bomen nu, die grootouders en ouders vroeger tijdens een boomfeestdag hebben geplant? En wat kan je zelf doen voor bomen, bossen en duurzaamheid? Op 15 November presenteerde Midsuid de podcast Kwetsbaar. In deze podcast hoor je het geluid van Midsuid. Het sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond. Peter Volkers, commercieel manager, praat met werkgevers, partners en medewerkers over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie. De werkgever, je sociale hart inzetten. Waar lopen inburgeraars tegenaan als ze op zoek gaan naar een baan? Hoe zorg je voor een succesvolle match? Tussen werkgever en iemand met een kwetsbare werkachtergrond. Dit en nog veel meer was te horen in Kwetsbaar. In de eerste aflevering werd Jos Roijmans, directeur van Mid-Zuid, aan de tand gevoeld. Een gesprek over je bril afzetten, denken in mogelijkheden en een uitnodiging voor ondernemers. We gaan een podcast maken. Om te laten horen dat niet iedereen het gratis krijgt in het leven, als het om werken gaat. En alle aspecten die je daarmee te maken hebben, die zul je te horen krijgen in deze podcastserie. Dit is de podcast van mid -Zuid, presentatie Peter Volkers. Uh, veel bedrijven en mensen weten niet precies wat mid -Zuid doet. En we gaan het dus heel breed opzetten, we gaan vertellen wat we doen. Stichting Leergeld WBO organiseert zaterdag 17 november een bijzonder benefit feestconcert... Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Het muziekprogramma met regionale artiesten wordt gehouden in Theater de Bussel in Oosterhout. De stichting Leergeld West-Brabant Oost zet zich in voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben en daardoor vaak letterlijk aan de zijlijn staan. Via leergeld kunnen kinderen sporten, naar scouting, dans of muziekles. Maar leergeld helpt ook bij de aanschaf van sportkleding, schoolspullen, een kindertablet, een gezinslaptop of een fiets voor kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan. Zo kunnen deze kinderen gewoon met hun klas- en leeftijdgenootjes meedoen. De bussel stelt de zaal gratis beschikbaar en ook de artiesten treden belangeloos op, zodat de totale opbrengst naar leergeld gaat. De kaarten voor de Benefietavond kosten 15 euro inclusief pauzedrankje en kunnen besteld worden via www.theaterdebussel.nl De regionale omroepen houden op zaterdag 18 november in het Evolion in Eindhoven het debat van het zuiden. De zeven lijsttrekkers van de VVD, de PVV, het CDA, D66, de BBB, de SP en de Partij voor de Dieren gaan met elkaar in debat. In het debat wordt gesproken over onder meer migratie, bestaanszekerheid en het rapport Elke regio telt. Burgers in het zuiden van Nederland voelen zich vaak niet goed vertegenwoordigd door Den Haag. Wat gaan de lijsttrekkers eraan doen om de band met deze regio te verbeteren? Ook komt de kiezer die nog niet weet op wie die moet gaan stemmen, aan het woord. Kunnen de luistrekkers deze kiezers ervan overtuigen op hun partij te stemmen? Het debat van het zuiden over de kwesties die in Brabant, Limburg en Zeeland spelen, is in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 18 november vanaf half acht 's avonds live te zien op Omroep Brabant. Plastic Soup Foundation is een milieuorganisatie. Ze houden zich maar met één ding bezig: het stoppen van de plasticvervuiling bij de bron. Inmiddels is er al heel veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat aantoont dat plastic grote negatieve gevolgen heeft, zowel voor het milieu als onze persoonlijke gezondheid. Veel Nederlandse boeren Gebruiken bio-afbreekbare landbouwfolie. Maar ook die bio-afbreekbare variant blijkt een grote bron van plastic vervuiling op akkers en sloten te zijn. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Alternatieven om de bodem te beschermen, zoals bodembescherming met papier en het gebruik van reststromen uit de wolproductie, zijn al beschikbaar. Maria Westerbos. Directeur van Plastic Soup Foundation benadrukt het risico voor onze voedselproductie. Eerder wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat plastic deeltjes via de wortels in de eetbare delen van de plant terechtkomen en dus daarna ook zo op ons bord. De aftrap naar het carnaval in Traaien zit er weer op. Tijdens het elfde van de elfde bal. Werd bekendgemaakt dat de prins van 2023 ook in 2024 weer de scepter zal zwaaien. Tijdens festival Allah werd weer de carnavalskraker 2024 gekozen. Het werd het lied van het bekende Dio Broeders van andere Moeders. Alvast in de stemming komen? Ja. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug. Tot dan.